Ik vind dit fantastisch dat zij dit doen. En dan krijgt de uitdrukking een vorkje prikken wat een andere dimensie, toch? Ja, zeker wel. Ja, ja. En een lepeltje is net ook aan de grond, dat hebben we gezien. Peter, normaal loopt hier het personeel met borden en drankjes. Dat klopt. Maar nu lopen ze met een zak en een knijper. Dat klopt. Ja, wij hebben voor onze jongens een aangepast dagbestedingsprogramma in elkaar gezet. En onderdeel daarvan is het opruimen van zwerfvuil in Boxtel. Ja. Hi Marloes. Ja. Ik wil eigenlijk bij jou een broodje bestellen en een bakje koffie, maar jullie doen hele andere dingen. Nee, dat is waar. Want, vertel eens, wat gaan jullie vandaag doen? Afval prikken. Afval prikken. Waarom? Ja, die mensen maken altijd rommel altijd. Ja, dat is waar. Ja, hele grote puinhoop maken ze ervan. Puinhoop maken altijd. Maar normaal gesproken werk je hier in de lunchroom en dan loop je rond met drankjes en... Dat klopt ook. En eten. Dat is waar. En nu ga je met een vuile zak naar buiten en een grijpertje. Een grijpertje. Ja. Een vriend van mij die organiseert elk jaar World Cleanup Day in Boxtel. En afgelopen editie was 19 september 2020. En vanaf dat moment is het idee eigenlijk ontstaan om de taak van het ruimen van zwerfvuil toe te voegen aan ons lijstje van bezigheden. En wat is nou het vieste wat je bent tegengekomen? Het vieste, even denken, mondkapjes, ja. Denk ik. Ja, dat is wel heel erg vies. Ja, toch? Denk ik. Bah. Ja, bah. En die trek je dan op en die doe je in de vuile zak. Ja. Ja, ze vindt het hartstikke leuk. Ja. Ja, en ik zie ook alleen maar voordelen. Dus ja. Noem op, welke? Nou, ze zijn lekker buiten. Ze komen buiten wel eens vaste gasten tegen. Dus ze hebben ook een keer een ander praatje dan alleen maar met mijzelf en andere collega's. Het is goed voor de hand-oogcoördinatie. Ze zijn zinvol bezig. Alles wordt schoon. Ja, eigenlijk alleen maar voordelen. En wat zeggen de mensen dan tegen jou? Van, hey, daar loopt Marloes. Ja. Hi Marloes. Ja. En dan? En maak je dan een praatje? Ja, een praatje. Als er mensen een troep op een straat gooit, is het niet netjes. Nee, ze moeten het in de vuilnisbak gooien. Vuilnisbak gooien. Ja, en vaak staat de vuilnisbak een metertje ver. En gooi je ze op de grond? Op de grond. Dat is toch niet normaal? Niet normaal. Maar we hebben onlangs weer op de persconferentie gehoord. Ja. Dat het toch niet zo rooskleurig eruit ziet voor jullie. Maar ik zie hier een hartstikke positieve man. Ja, maar we zullen moeten. Ja. Toch? Kijk, we hebben ervoor gekozen met z'n allen om bezig te blijven. En bij de pakken neerzitten, daar schiet je niemand iets mee op. Nee. Toch? Nou. En Marloes, als ik nou jou vraag... Is het misschien wel leuker dan in de lunchroom werken? Denk wat zeg je dan? Dan komen als er een restaurant open wordt, denk ik. Denk je het wel? En dan komen alle gasten bij ons een hapje eten. Ja, dat is wel leuker, hè? Ja, dat is wel leuker. Dat is gezelliger, hè? Ja. Dus we gaan net zo lang prikken tot je weer iedereen weer mag eten hier en eten. Lekker drinken. Drinken. En dan kom ik nog een keer terug om te kijken hoe het met jou gaat. Nou jongens, wat gaan jullie doen? Afval prikken. Nou, waar staan jullie daar dan? Mevrouw, wat vindt u van deze actie? Goedemorgen. Nou, ik vind dit fantastisch dat zij dit doen. He, ze mogen nu niet in de horeca, maar wel lekker buiten. Rommel prikken. Supermooi. Supergoed. Maar eigenlijk zou het niet moeten. Nee, het zou eigenlijk niet moeten, maar helaas, het is wel nodig. Want u gooit nooit iets weg, hè? Nee, ik gooi nooit iets weg. Dat ik gooi het altijd in de vuilnisbak. Ja. Daar waar het hoort. Zo is het. Sarah en Marit, voor de coronatijd was je stagebegeleider, dat ben je nog steeds. Maar wat deed je toen? Ja, toen hielp eigenlijk, of in ieder geval ik, in de horeca en ik hielp eigenlijk met het begeleiden en aansturen van de collega's hier. Dus ze werken dan bijvoorbeeld met een tablet en zodra ze dan naar de klanten gingen, dan hielp ik eigenlijk mee en stuurde ik ze een beetje aan. Ja, en dan gaat de tent dicht, om het zo maar te noemen, en dan moet je iets anders verzinnen. Ja, wij hebben nu met z'n allen programma's gemaakt en dan gaan we die uitvoeren. Dus
bijvoorbeeld voetballen gaan we met z'n allen een keertje doen. En tekenen. En we hebben sneeuwpopjes gemaakt toen het nog winter was. Ja, dat snap ik. Ja, dat is nou een beetje lastig. Ja, dat soort dingen doen wij. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat corona voor jullie het positieve eraan, dat jullie creatiever zijn geworden. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Ja, noem eens het creatiefste wat jij zegt. Nou, daar vond ik zo goed bedacht. Oeh, lastig hè? Ja, ik vond het heel leuk dat we hebben een keer, ook in de wintertijd hebben we kaarten geknutseld. En die zijn we dan afwezen gegeven bij een oudere thuis hier in Boksel, zeg maar. En die gingen ze daar dan uitdelen aan de ouderen daar, omdat ze nu ook wat eenzamer zijn. Dus dat was wel leuk. Hartstikke leuk. Nou, nu snel weer open? Ja, ik hoop het wel. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal te doen valt. Op naar betere tijden. Op naar betere tijden, hartstikke ja. Hartstikke leuk initiatief. Nou, dankjewel.